dat ik mag deelnemen aan activiteiten voor de steun aan het Tibetaans volk. Ik wil graag internationaal campaign voor Tibet bedanken dat ik hier vandaag mag staan. Ik kom uit Zuid-Mongolië. Sinds 1949 heeft Zuid-Mongolië zijn land, taal, cultuur en vrijheid verloren. Mensen in Zuid-Mongolië hebben geen rechten. In Tibet zijn er Tibetaans zelfverbrandingen. In Zuid-Mongolië zijn er de gebeurtenissen van 11 mei. Mensenrechtenactivisten zoals Hada en Hu Qinghu worden zowel in Tibet als in Zuid-Mongolië gevangen, genomen en gemarteld. Hierdoor worden de mensenrechten van Tibetaan, Zuid-Mongolen en Uyghuren geschonden. Door de strijd Chinese economie hebben de Chinese machten durven andere landen niet te zeggen dat het Chinees goed met de Zuid-Mongolen.